Filip Fraga die gaat rijden nu kwalificatie. Ben Keating gaat ook rijden, Jeroen niet. Ja, daarom staat hij hier in zijn burgerploeg. Filip gaat wel in. Ik ga zo opkrassen naar een ruimte waar ze geen last van mij hebben. De kwalificatie gaat zo beginnen, staat op het punt van het beginnen en ik sta dus gewoon in de VIP area. Ik heb een radio op, ik kan alles van de beide teams kan ik alles horen. Hiernaast wordt een auto gestart. Bandjes. Nou, ze gaan nu kwalificeren. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen horen. Ik zal een beetje dichterbij staan. Maar ik heb net Jeroen nog even uitgebreid gesproken. In al mijn ontwetendheid dacht ik dat Project One niet zo goed was. Maar Jeroen zegt dat ze echt wel heel competitief zijn. En we echt wel een kans op een podium maken morgen. Ik ben echt heel benieuwd hoe het zal gaan. Fraga staat nu derde in hun klasse. GTE-M klasse. En hij komt nu binnen zometeen voor nieuwe banden en om te tanken. Wat een geweld. Als ik het goed gezien heb, is het staan wel bovenaan. Ja, het is Paul. Ja, dat is toch super. Het is pole position gehaald in de GTE M-klasse. Dus morgen een goede start. Misschien in de regen. Felicitaties natuurlijk. Van Paul. Geweldig werk. Kijk, en dan zien we het beeld van de televisie dus. Leuk om mee te maken dit. Sta je een keer in de pit en dan maak je meteen een pole position mee. Dat is toch echt superleuk. Nou, uitgelaten stemming hier in de garage. Hartstikke top dit. We were talking about all the various track limits. You know, I got one lap taken away for track limits, and from my perspective in the car, it doesn't seem like I was over the line. So they were being very close, very critical on the track limits, which is fine. But luckily, I was able to do two quick ones. Ik moet het even filmen, want de eerste keer dat ik bij de back ben, de eerste keer dat ik ooit mag winnen. Ik maak meteen een pole position, maar het is echt zo leuk. Ja, we wisten we goede kansen hebben. Het systeem hier is hartstikke leuk voor, zeker in de amateurklasse, dat de amateur heeft een hele grote rol. Ja. Bepaald voor de helft. Ja, en die is gewoon heel goed. En die was de snelste van de amateurs, ze waren bij de pro's derde, vierde, heel close. Ja, maar die amateurs zijn net niet genomen. Dus we staan met 2-3 tiende. Ja, geweldig. Hey, en voor morgen maakt het natuurlijk wat uit dat je vanaf de... Want je ik zie daar de startplekken zeg maar, toevallig staan op de schermen. Je start links.
Ja, je hebt de, we hebben rollende start. Oké, ja, natuurlijk ja. Ja. Dus, ja, dus dat maakt ook niet, dat maakt ook niet dat zo maakt uit. Niet zoveel uit, maar... Heb je nou echt wat aan de pol? Het... Jawel, want toch is inhalen is moeilijk. Ja, inhalen is gewoon dat wij ook veel downforce hebben. Als je achter iemand rijdt, krijg je gewoon veel ondersteun. Okay. Dus als jij wat verder naar achter zit, dan kan het maar net zo zijn dat je een half uur lang achter iemand klem zit. En als je met iemand voor dan weg kan rijden, kun je zomaar 15 seconden verliezen. En dan kun je uiteindelijk de race op verliezen. Okay. Dus zelfs met een... zelfs met een 6 uur race, is dat belangrijk. Okay. In Amerika is dat anders. Daar heb je alle yellows, dus dan komt het veld heel vaak bij elkaar. Ja, ja, ja. En dan heb je veel meer opties voor strategieën. Ja. Maar hier is eigenlijk alles best wel straightforward, zeg maar. Alles is gewoon, je hebt de regels. Je zou denken, zeg maar, met zo'n lang recht stuk, wat we hier hebben, 1,5 kilometer, die je dalen, je hebt geen DRS. Nee, geen DRS. Geen de laatste bocht is wel heel langzaam, dus... Dat scheelt wel, dan verlies je niet zoveel downforce. De laatste sector is sowieso langzaam, dus je kan misschien best wel aanhaken. En met de BOP heb je ook auto's die wat harder gaan op het rechte stuk en andere weer beter in de bocht zitten. Dus het blijft al een link, maar top. Ja, geweldig. Nou, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Laatste update van het WEC-front. Want ik lees net op Twitter dat... de auto van Jeroen Blekemolen, Philippe Fraga en Ben Keating teruggezet is door de organisatie omdat er een schroef ontbrak van het quick release systeem van een deur. Dus het heeft helemaal niks met prestaties te maken van de auto of zo. Niet iets wat de prestaties beïnvloedt. Ze hadden dus pole position, nu dus niet meer en ze zijn teruggezet naar P11. Dus ik hoorde van Jeroen dat inhalen dus heel moeilijk is, hè, op dit circuit. Dus ja, dat is natuurlijk een ramp. Dus mag je 6 uur lang... mag hopen dat er dus regen valt. Dus het is ontzettend jammer dat een schroefje, een ontbrekend schroefje... wat verder dus niks doet aan je prestaties... betekent dat je gewoon 10 plaatsen naar achter gezet wordt als straf. Jammer.